Pepijn Kluin, de eerste competitiewedstrijd thuis van Rijnbrugse Boys. Twee keer scoren, man of the match. Beter kan niet, hè? Nee, was ja, beter kan niet voor een debuut hier thuis, denk ik. Ik ben er heel erg blij mee. Ja, en afgelopen woensdagavond scoorde je ook nog in de bekerwedstrijd 1-0. Ja, toen ook. Toen, ja, officieus, jij zei net tegen mij off the record dat je de beker niet helemaal zo belangrijk vond. Dus misschien dat dit beter is. Hey, hoe gaat het momenteel? Ja, goed. Ik heb het heel erg, ik heb het naar mijn zin. Ik speel hier wat meer van de zijkant. Het was in het begin misschien een beetje wennen voor me, een beetje zoeken. Maar ik voel me steeds meer op mijn plek daar. En ja, goede groep, leuke gasten. Ik ben goed opgevangen. Dus ja, ik heb het goed naar mijn zin. Ja, wat dat gaat, was het vandaag veel beter en lekkerder voetbal als vorige week, hè, in die hitte? Ja, dat ook, ja. Nou, ja, daar hadden we natuurlijk allebei last van. Dus dat is in principe natuurlijk geen excuus. Maar dit voetbal wel wat lekkerder. Hey, even over jouw verleden. Je komt bij Veendam vandaan. Daar had je het niet meer naar je zin? Nee. Ja, ik speelde niet altijd daar. En ik wilde me eigenlijk op maatschappelijk gebied ook wat meer ontwikkelen. Dus ja, en als ik hier ging spelen, kon ik erbij studeren. Dus dat is eigenlijk ideaal. Dus vandaar dat ik de keuze heb gemaakt om mijn contract in te leveren en hierheen te gaan. Ik heb begrepen dat je een goed gevoel had bij Rijnsburgse Boys. Kan je dat omschrijven? Nee, ik heb een gesprek gehad met de trainer en met de technische directeur, met Ed. En ja, dat vond ik een prettig gesprek. Ja, gevoel is moeilijk te omschrijven. Ik had gewoon een goed gevoel bij dat gesprek. Hoe ze hier te werk gingen. En ook een soort van gemoedelijkheid wil ik niet noemen. Maar wel een goede sfeer voor mijn gevoel. En ja, dat was ook wel belangrijk in de keuze. Ja, dan is het ook lekker dat er nu goede resultaten komen. Dat is altijd belangrijk, want anders is de sfeer nooit goed. Dus je kan nog zo'n leuke groep hebben met elkaar, maar als je alleen maar verliest, dan is het nooit leuk. Deze wedstrijd, die scoorde de 1-0. Wat een prachtige goal, zeg. Ja, die raakte ik lekker. Ja, ik dacht, afstandje, bal vrij goed voor mijn rechterbeen. En denk, ja, niet twijfelen, schieten. En die tweede mag er ook zijn. Dat was een echte voetbalgoal. Dat was een mooie aanval inderdaad. En heel mooie voorzet gewoon. Dan hoef ik alleen tegenaan te lopen. Dat was makkelijke goal wat dat betreft. Jij bent een van de vijf nieuwelingen die de laatste weken in de basis staat. Merk je dat het toch in de ploeg zit dat je elkaar toch nog moet vinden? De automatismen die erin geslepen moeten worden? Ja, nou merk ik wel bijvoorbeeld met een Kevin Winter. Je begrijpt het allemaal vrij snel natuurlijk. Maar misschien met anderen die wisselwerking dat misschien iets langer duurt. Dat je, ja, dat is altijd zo. Gedurende het seizoen gaat dat altijd alleen maar beter. Dus dat is normaal, denk ik. Komende dinsdag speel je weer. Dat is de derde wedstrijd binnen 11 dagen. Dat vind je lekker zo vaak spelen? Ja, zeker. Ja, ik ben fit, dus en dan is wedstrijd spelen het mooiste wat er is. En, altijd leuker dan trainen. Twee goals, twee wedstrijden, 1-1. Ga je dat volhouden? Dat valt nog te bezien. Ik hoop het, maar ik weet niet of dat helemaal realistisch is. Maar ik doe mijn best. Succes. Dankjewel.